Dit is Jantien. Ze wacht al maanden op antwoord op een vraag over een toeslag die ze krijgt. De situatie is lastig voor haar, want ze weet niet waar ze aan toe is en of ze haar rekeningen nog wel kan betalen. Ik ben benieuwd wat er gebeurt als zij hier een klacht indient. En ik heb zo meteen afgesproken met Derja. Zij werkt voor de Nationale Ombudsman. En zij gaat mijn vragen hierover beantwoorden. Zo weet Jantien straks waar ze aan toe is als ze bij de ombudsman aanklopt. Jantien heeft een probleem, want ze wacht al heel lang op een reactie van een overheidsinstantie. Op wat voor manier kan zij met jullie in contact komen? Dat kan telefonisch, dat kan via de mail, via de post of via onze social media kanalen. Met wat voor soort klachten kunnen mensen bij jullie terecht? Hierbij kun je denken aan als een overheidsinstantie niet op tijd reageert, een betaling bijvoorbeeld niet tijdig doet of iemand ontvangt niet tijdig de uitkering. En dan kunnen we kijken waar het over gaat en hoe lang het al speelt. Aan de hand daarvan kunnen we contact opnemen met de overheidsinstantie om te kijken waar de reactie blijft en waarom het zo lang duurt. En we vragen de overheidsinstantie om contact op te nemen met Jantien. Ik hoop dat we Jantien verder kunnen helpen. Ik hoop het ook. Dankjewel. Dankjewel.